PSV hoopt de overwinning op Willem II een goed vervolg te geven. Zaterdag spelen de Eindhovenaren tegen ADO Den Haag met als doel 3 punten en een ongeslagen reeks. We hebben in ieder geval 1 wedstrijd gewonnen. Prima eerste helft gespeeld, tweede helft vond ik wat minder. Het is aan ons om morgen te laten zien dat een goede serie willen neerzetten. En dat mag gebeuren tegen ADO. Na de winst op Willem II heeft de ploeg weer wat meer zelfvertrouwen. Ja, logischerwijs is het wat ontspannender, wat relaxter. Ik weet niet of opluchting een groot woord is, maar ja. Heb je zelf ook, als je wint, ben je altijd een stuk vrolijker dan dat je verliest. En zeker, er is natuurlijk veel gebeurd. Nou ja, uiteindelijk een streep omhoog kunnen zetten en kunnen antwoorden met een mooie overwinning. Faber ziet dan ook geen reden om grote wijzigingen toe te passen. Vorig seizoen won PSV namelijk van ADO Den Haag met 0-7. We proberen de wedstrijden uit, benaderen hetzelfde als thuis. Alleen de omstandigheden zijn natuurlijk anders. Maar ik denk dat vooral het verschil moet zitten in wat je aan de bal laat zien. Als je comfortabel aan de bal bent, je hebt veel de bal, dan ben je meestal in controle over de wedstrijd. Natuurlijk is het niet zo qua ondersteuning als een thuiswedstrijd, maar goed, ook daar zijn supporters. Maar het is gewoon, kunnen wij professioneel denken en zeggen, nou, we doen hetzelfde als hier in de thuiswedstrijden. Maar dan zul je heel effectief met de kans om moeten gaan. En zeker in het begin als je die aantal krijgt, dan moet je volgens mij ook uit gewoon kunnen winnen. Zaterdag speelt PSV om 20:15 in Den Haag. Studio 040 is erbij en brengt live verslag uit via Studio 040 Radio.